Hallo, dag Gilles de Schrijver. Ja, je bent een bezige bij. Je bent schrijver, theatermaker en acteur. We kennen van jou van Code 37, Tom en Harry en Hasta la Vista en ga zo maar voort. Het filmfestival is ondertussen al een paar dagen bezig. Ben je al naar het filmfestival geweest? Ik ben zeker en vast al naar het festival geweest. Dit jaar ben ik voorzitter van de Explore Zone jury. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik een beetje de moderator ben van de gesprekken die de Explore Zone jury heeft. En dat is een parcours van 12 films die allemaal gestoeld zijn op jongeren. Het is te zeggen, de thematiek van de film is lichtelijk coming of age, ontluikende seksualiteit, dat soort thema's. Heb je ook al films gezien? Ja, ik heb dus binnen dat Explore parcours natuurlijk al heel wat films gezien. En kun je zo een paar uitnemen die je echt geraakt hebben? Ik heb er en die al... je ook zo aanraden aan jongeren? Ik denk sowieso de films van Eigen Bodem die ik al gezien heb, Dardenne. En Black, Dardenne zit niet in ons parcours, maar die opende het festival. En ik was zeer onder de indruk van Robin Pront, die getipt wordt als de Vlaamse Scorsese. Het was meer De Palma en Speed, vond ik. Maar een zeer, zeer sterke opener, een zeer goede film. Maar ook Black. Filmfestival waardig. Ja, zeker en vast. Een heel schone opening, vond ik dat. Ook dus niet evident voor... Zeker zijn. Jongeren moeten de Ardennen zeker gezien hebben. Ja, dat vind ik wel, ja, als Vlaamse film. Daarnaast vind ik ook dat jongeren Black moeten gaan zien. Van Adil en Bilal. Die gaat nu op maandag in première. Dat is een Romeo en Juliet verhaal in het Brusselse. Twee rivaliserende bendes. Eén uit de Matongiewijk en één Marokkaanse bende. Vond ik een heel, heel sterke film. Ook twee films die ik echt absoluut zou aanraden. Jij bent producent van de fictiereeks op Canvas Beverhem. Ja. Beverhem haalt gemiddeld tussen de 600.000 en 800.000 kijkers. Dat is een echt kijkcijferkanon. Ja. Had je dit succes verwacht? Nee. Dus waarom niet? Wij waren allemaal super content met wat Beverhem was. Voor ons was het al goed. Hè. Voor ons was het al gelukt. Maar op Canvas... Maar je mag toch absoluut trots zijn, want... Het programma haalt, de reeks haalt 600.000, 800.000 kijkers op een zender die toch de laatste niet echt zo heel goed doet en weinig kijkers heeft. Om 20 na 9 zijn we marktleider en dat gebeurt eigenlijk nooit bij Canvas, behalve als de rode duivels zijn. Ja, dat is super, dat is de max gewoon. Kun je dat zo wat om beschrijven? Ja? Maar nee, ja. Ik ben gewoon heel trots. En ja, zoals ik het zei, het oversteeg de verwachtingen van ons, van de zender. Wij mikten op hoog. Maar het is hoog. Dit had niemand verwacht. Bereiken als acteur of als schrijver? Of als nog bereiken. De wereld veroveren.